een trouwautobedrijf met oldtimers. En ik ging onderdelen in Amerika kopen. En dan zag ik wat U-boxen. Die ga ik naar Nederland halen. Maar ja, dat doe je niet zomaar. Dus er moest een container gevuld worden. En dat is natuurlijk een hele investering. Want ja, we kunnen er zo'n 40. Het is net een pakje drum, zeg ik maar. We kunnen er 40 in. Ja. En dan moet je het hierheen halen. Je moet het vervoeren. Je moet het inklaren. Dan ga je ze opknappen. En ja, mensen vinden dat prachtig. En het blijkt dus in de loop van de jaren ook een hele goede investering te zijn. He, mensen die dat ding 20, 30, 40 jaar geleden gekocht hebben bij ons, die hebben hem vaak nog steeds. Het worden ook erfstukken. En soms koop ik ze wel eens terug, want mensen gaan kleiner wonen. En dan geef ik hun eigen geld terug. Nou, die mensen zijn blij natuurlijk. Het heeft ze nooit iets gekost. Ze hebben er 30 jaar plezier van gehad. Wij verkopen veel aan artiesten, maar tegenwoordig maken we ook voor veel artiesten. We hebben artiesten als Welen, hebben een jukebox geleverd, Bibi Suryadi, Danny Vera, Giel Beelen heeft een jukebox gekocht. Ja, en zo zijn er nogal tal van artiesten die bij ons geweest zijn om een jukebox aan te schaffen. We hebben laatst een opdracht gehad van Vrienden van Amstel Live vorig jaar, voor dit jaar. Een hele Nick & Simon tribute jukebox is er gemaakt. Dit omdat Nick & Simon, die zijn natuurlijk uit elkaar. Maar die hebben, ik dacht, iets van 78 shows bij elkaar gepraat. En Vrienden van Amstel wilden backstage een Nick & Simon Vrienden van Amstel jukebox. Nou, dat zijn we eigenlijk verder gaan uitwerken. Ook met bijvoorbeeld een, als er één een jukebox moet hebben in Nederland, is dat wel Danny Vera. Dus hebben wij een Danny Vera jukebox ontwikkeld. Maar eigenlijk, ja, er is van alles mogelijk. Hè? Van design, layout, logo's. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Maar omdat wij spullen kopen op de gekste plekken, komen wij ook op de gekste plekken waar je eigenlijk normaal nooit komt. En dan kom je ook hele interessante mensen tegen. Hè? Ik moest ergens een keer een Darth Maul beeld ophalen, life size. En ik rij op een zandweg met die grote truck en ik kom in een dorp waar 400 mensen wonen. En er waren zelfs mensen die nog nooit uit het dorp geweest waren. Dat is ongelooflijk. De hele buurt liep uit, want er was iemand uit Europa. En ik moest op de foto met iedereen. Ja, en verder doe ik natuurlijk de kleding vooral in de zaak. En het leuke is, daar ben ik dan mee begonnen, met die retro kleding. Ja. En inmiddels zijn wij drie generaties in de zaak. Mijn twee kleindochters werken ook leuk. In de zaak. En die hebben dan weer een hele andere soort interesse ook in kleding. Dus die kopen weer hele andere dingen in. En in het begin dacht ik, hoort dat er dan wel weer een beetje bij? Maar in plaats van de rock'n'roll zien, krijg je nou ook een beetje de rockabilly zien. Ja, in het begin heb je er moeite mee. En dan denk je van, wat leuk. Ja, weer wat anders en het werkt. Want eigenlijk pas in de jaren 40 werd het kleurrijk. He, dan werd het allemaal met die belletjes, die ronddraaiende kolommen, dat soort dingen. Maar jaren 30, ja, dat was vrij vierkant. En op een gegeven moment werden er in Amerika, in Minnesota, twee pompen aangeboden. En ik zit naar die pompen te kijken, ik denk, die ken ik. Een rode SO en een blauwe SO. Ja. En daar ben ik jaren langs gereden. Dus die moest ik hebben, dus ik heb die dingen naar Nederland gehaald. Ja, ja, die doen we niet meer weg natuurlijk. Nee. Doos gaat open en die doos is nooit meer dicht gegaan. Want wat blijkt het te zijn? Het blijkt het hele archief te zijn van de oprichtster van de Blue Book Model Agency. En dat is het agency waar Merlin begon als fotomodel en mannequin. Is toch heel bijzonder? Dat is echt heel bijzonder. En zij heeft Merlin ook helemaal getransformeerd van brunette, toen heette ze nog Norma Jean, tot haar ook geïntroduceerd later in de filmwereld. En toen bleek dat die dame tot 7 jaar na Merlins dood, ze had ze eigenlijk heel weinig contact nog met Merlin,
Tot 7 jaar daarna probeerde ze er een boek van te maken van haar archief, wat ze over Merlin had, of een documentaire. En dat werd 7 jaar lang werd dat afgewezen door iedereen. En toen dacht ik van, waarom ga ik niet dat boek doen? Ik ga dat boek doen. Dus daar ben ik 2,5 jaar mee bezig geweest. We hebben toen ook in het nieuws gegooid dat we de doos, het archief van Merlin, hebben gevonden. Ik denk ook wel dat het onze allerbijzonderste vondst is. Ja, wij leveren eigenlijk wel gewoon wereldwijd wat jukeboxen. Het gaat tot Japan, China toe, terug naar Amerika doen we zelfs. Wij verkopen ook aan musea over de wereld. Het grootste jukeboxmuseum zit bijvoorbeeld in Tsjechië. Nou, die man heeft natuurlijk door de jaren heen zoveel al gekocht bij ons voor dat museum. Maar ook in Polen is er een audiomuseum. Ja, ik kan het zo gek niet bedenken eigenlijk. Of het gaat wel naar de gekste plekken toe. Wij kunnen makkelijker zaken doen met Amerika als met Engeland. Want sinds de Brexit kan ik niet meer naar beurzen in Engeland. Ik kan niet meer spullen importeren. Amerika is gewoon, je geeft een paklijst wat er in de container zit. Je doet de facturen erbij. Het wordt ingeklaard en dan kan je het uitladen. Vroeger ben jij nog op tv geweest, in een grote show bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ik begon ook, in het begin was ik, ik ben figurante geweest. Maar ik heb ook in hele grote shows met André van Duin gestaan. Ja, en dan deed ik meerdere sketches. Toen had je nog maar alleen maar Nederland 1 en 2. En dan keken er 8 miljoen kijkers. Dus dat was ontzettend leuk. Dat heb ik ook heel veel jaren gedaan. Als de nieuwe platen uitkomen, speciaal voor die dag, komen er dus ook artiesten optreden. Inmiddels is Tim Akkerman bijvoorbeeld al 2 jaar geweest. Die vindt het eigenlijk zo leuk. Die wil eigenlijk wel elk jaar terugkomen. Die regelt inmiddels ook de muziek, de bandjes. En die zorgt dat de geluidsinstallatie staat. En die noemen wij eigenlijk gewoon onze eigen ambassadeur van Record Store Day. Wij kopen vaak op foto, ja. Of filmpje, en dan krijg je die spullen wel eens thuis en dan denk je, valt toch tegen. De binnenkant, ja. Dan missen dingen of die zijn verroest. Maar je hebt ook wel eens een meevaller. Dat je denkt, nou ja, de prijs is goed, ik neem het risico en dan koop ik het en dan krijg ik het thuis. En is die als nieuw? Dan denk ik, hè, een keertje een meevallertje. Maar meestal zit er meer werk aan als je denkt. Maar daar hou ik dan wel rekening mee, weet je. Ja. Ja, we hebben heel veel altijd met tv gedaan. Ook natuurlijk als requisieten nodig hadden. Rock'n'roll dansers. Onze zoon Sargon, die is kampioen rock'n'roll danser geworden. We hadden ook een heel rock'n'roll team wat optrad in shows bij Linda de Mol en alles. Om een jukebox, die zeg maar dat je denkt, wat moet je ermee als je hem ziet? Om die helemaal uit elkaar te halen. Dan moet het schoonwerk gedaan worden. De onderdelen moet je zien te vinden. Je moet de mensen hebben die de kasten kunnen opknappen, de versterker kunnen reviseren, het mechaniek schoonmaken. En als hij dan weer helemaal eindelijk in elkaar zit na 100 uur, dan moet hij nog spelen ook. En we hebben gelukkig mensen die kasten kunnen doen, we hebben mensen die versterkers kunnen doen. En we hebben ook mensen die het geheel dan technisch kunnen afwerken. En daarna kwam het VIP-vervoer. En op een gegeven moment heb je ook een hele goede band met bijvoorbeeld de Rolling Stones. Als ze hier 16 dagen waren, dan betaalde Mojo een paar dagen natuurlijk dat we het vervoer moesten doen. Maar de overige dagen huurden ze ons gewoon privé in. Dan ging er een chauffeur van ons met Charlie Watts bijvoorbeeld naar Hasselt. Want daar had Charlie Watts dan renpaarden. En dan zat onze chauffeur daar zonder security, zonder tourmanager. Die zat daar. Vooral het reizen natuurlijk naar Amerika, dat ik dat nog steeds met mijn vader kan doen. Dat we samen lekker beurzen afstruinen, routes rijden. Als we een aparte route rijden, dan hebben we telefoontjes dat we elkaar kunnen bellen. Van joh, ik heb dit gevonden, wat heb jij gevonden? Ja, dat is natuurlijk geweldig dat dat gewoon nog steeds kan. Wij blijven natuurlijk altijd werken, maar het is wel leuk dat het een heel familiebedrijf is geworden. Absoluut. En dat onze zoon Sargon daar natuurlijk vol in meegaat. You're gonna pay me. I won't stop. And when you're sleeping, I'll
got your heart and then I feed it to the wolves. Is you gonna pay me? I'll make you run till you start crawling. Hunt you up until you have. Ik ben eigenlijk tattooartiest en ik teken portretten. En toen werd ik vorig jaar 8 januari aangereden. Van achter, ik zat in de auto en toen is er iets verschoven en had ik een whiplash in mijn nek. Ja, waardoor ik mijn beroep niet meer kon uitvoeren. Dus ik teken en tatoeëer eigenlijk normaal heel de dag en dat kon niet meer. En toen dacht ik, oh jee, wat ga ik nou doen dan? En toen zag ik mijn gitaar in de hoek staan en toen dacht ik, ik ging een beetje spelen en toen dacht ik, ik ga gewoon liedjes schrijven. En toen rolde er op een of andere manier binnen 3 weken iets van 20 liedjes uit. Ik heb best wel een heftig verleden, met nadruk op verleden. Dat is echt allemaal. En ik dacht, ik ga daar gewoon allemaal opschrijven. Ja. Weet je? In plaats van een dagboek ging ik dat in die liedjes verwerken. En toen postte ik dat op Facebook. En toen was Richard Poot, dat is de producer van ProMusic Studio, die zag dat en die nodigde mij uit. En ja, toen kwam ik dus bij hem in de studio. Toen liet ik mijn liedjes voor en toen zei hij van, ja, van wie zijn deze liedjes? Ik zei, ja, van mij. Wanneer heb je dat dan geschreven? Ik zei, ja, de afgelopen 3 weken. Hij zei, dat kan niet. Ik zei, ja, ik heb er nog veel meer. Ons laatste nummer heet Flying Monkeys. Flying Monkeys zijn eigenlijk mensen die zich om de dader heen, de dader zet andere mensen in om één iemand kapot te krijgen. En dat gebeurt al, hè, op de lagere school, dat iemand de pispaal is. En dat ze dan met z'n allen één persoon, hè, dus als je gepest wordt of buiten wordt gesloten, dat is heel devastated en heel eenzaam. Baby, I should go away from here. Maybe the dog and I should disappear. Gelukkig maar met verdriet. Dus je kunt wel gelukkig zijn, maar er is altijd iets wat meeloopt met je. Waar je ook gaat of komt, wat je ook meemaakt. Je blijft altijd een beetje kwetsbaar en onzeker, omdat dat je altijd is wijsgemaakt. Gaat dat nooit meer voorbij, denk ik. Baby, I should go away. Thank you.
notice that we are gone. Muziek is alles. Muziek is alles voor mij. Daar kun je gewoon, als je je rot voelt, kun je je gitaar pakken. Als je gelukkig bent, kun je je gitaar pakken. Voor elke mood is wel een track. We staan 26 mei in de theetuin in Eemnes met een volledige bezetting en een aantal vrienden van ons die gastoptredens doen.